Veel politie op de been zondagochtend op de PSV-laan. Daar werd op straat een zwaargewonde man gevonden. Hij bleek in zijn rug te zijn gestoken en hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer lag samen met zijn fiets in de struiken naast het fietspad. Op het pad lag een bloedspoor dat leidde naar de plek waar de man werd gevonden. Hij bleek er slecht aan toe te zijn en lag er mogelijk al een uur. Wie de man heeft neergestoken en waarom is nog niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart.